In de wielerwereld was lang haar een uitzondering, maar nu niet meer. Want het zwakke geslacht is nu door de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie officieel erkend en toegelaten. Zodat in Zandvoort op het circuit van de autoraces zelfs al de eerste wegwedstrijd om het kampioenschap van Nederland kon worden gehouden. 20 jonge vrouwen starten in deze wedstrijd over 42 kilometer, waarvoor ze in totaal 10 maal het circuit rond moesten. Wat al direct opviel was dat de deelnemsters helemaal niet van die forse meisjes waren zoals men vrij algemeen zal hebben verondersteld. Integendeel, ze bleken voor het merendeel slanke, sportieve verschijningen waaraan menige man op deze zonnige dag en in deze prettige omgeving best een oogje wilde wagen. Al dwaalde de blik wel eens af. De wedstrijd zelf verliep zonder grote schokken, want de enkele maal dat er een wielrenster probeerde weg te lopen werd ze spoedig weer ingehaald door het peloton, waarin de 20-jarige Ineke van Eiken uit Baren de lakens uitdeelde. Zij, de secretaresse van de Nederlandse Dameswielerclub, werd de eerste officiële kampioene van Nederland op de weg. En na de finish ditmaal geen handen schudden, maar washanden schudden.